Eindelijk ben ik een keer aan Starfield toegekomen. Hey, het zal godverdomme tijd worden. Cyberpunk? Dat vooral. En het feit dat inderdaad mijn vriendin natuurlijk ook al heel veel Starfield heeft gespeeld. Want die heeft er 240 uur in zitten, zoiets. Wat? Die had ook vakantie. Dan nog. 240. Dat is heel veel. Dat haal ik niet eens. Nee, maar die heeft ook een dat zijn vijf werkweken. Ik heb er dus nu, als ik mijn Xbox ding nakijk, zeg maar, dan heb ik er volgens mij, en ik heb heel veel gespeeld, 170 uur inzetten. Wat 100, echt al heel veel zeg is. Maar als je meer dan 100 uur aan met een spel bezig bent, dat is al veel. Ja, ja zeker. Dan zou je zeggen, dan heb je je geld er wel uit. Ja, precies. We hebben samen ook bijna 500 uur aan Cyberpunk zitten. Dus joh, Jezus Christus. Nice. Ja, goed, ik denk, als je nagaat hoeveel uur jij in Overwatch hebt zitten. Daar hebben we het nou niet aan. No need to call me out on that. Minecraft? Mm-hmm. Is het al Sola? Zo. Ja, ik call jullie allebei gewoon even uit. Ja, hey, dankjewel. Is fijn. Ja, als ik ga kijken naar mijn uren in Final Fantasy 7, de OG zeg maar. Ja, dan is 500 uur is daar, ongeveer een derde, denk ik. Of zo. Ja, World of Warcraft. Bij Minecraft zit ik echt gauw over de 6.000, 7.000 uur. Ja, denk ik wel. Ja. Echt ja, makkelijk. Ik heb als mensen gezien die over de 10.000 uur in Path of Exile hebben zitten. Oh ja. Kijk, maar dat is een probleem. Ja, dan weet je wat het is. Ze zeggen altijd dat het 10.000 uur oefenen kost voordat je een skill kan masteren. Ja, ja. Oh. Nou ja, als dat je doel is, ik zie het probleem niet. I mean, je op je cv zetten. Path of Exile Master. Hey, het laat dedication zien. Yeah. Misschien ze lezen ze verkeerd en ze Path of Excel. Nou, stop. Heb je toch voor nodig, toch? Daarom. Inderdaad. Heb je die skill tree ooit gezien op Path of Exile? Dat is echt absurd, jongen. Oh man, de eerste keer dat ik dat zag, ik zei tegen mijn loop, ja, fuck dit. 1300 skills of zo. Ik ga het nu met jullie meespelen, een uurtje of 2-3 en dan deinstalleer ik hem weer en vind ik het mooi wist. Die skill tree, dat is echt. Ik zei al 1300 skills of zo was het. Ja, en er zijn er nog eens, er komt veel erbij gekomen, ja, volgens mij. Het wegennetwerk in Europa is zeg maar minder complex. Even een korte side note over Path of Exile. Er is een YouTuber die kijkt, gewoon een of andere marketinggast. Devin Nash, ik weet niet of je die kent. En die upload zo nu en dan een soort video's over het marketinglandschap binnen Twitch of YouTube, weet ik veel wat. En heel vaak als hij lang niet heeft geüpload, dan benoemt hij even... Ik heb gewoon fucking veel Path of Exile gespeeld. Ja, dat was een nieuwe patch, ja, sorry. Dus ik heb er 5 maanden niet geüpload, want ik heb Path of Exile gespeeld. Prioriteit stellen, heel goed. Fair. Dat is zeker een prima reden, zou ik dan zeggen. Jeetje. Ja, nee, er zijn genoeg van onze games die wat tijd kosten. Ja. Nou ja, zo Starfield dus ook. Want ja, als je gaat kijken, jij hebt denk ik het meeste uur in je leven in World of Warcraft zitten. Ja. Jij in Overwatch? Ik denk Overwatch. Ja? Minecraft. Jij toch Minecraft? Ja, ik vind het dus voor mezelf heel moeilijk zeggen. Want ik heb ook echt fucking veel uren in Overwatch zitten. De eerste in ieder geval. Daarbij heb ik natuurlijk heel veel tijd zitten in Division 2. Vooral PlayStation, Skyrim. Ja, Skyrim ook al wat, best wel wat, maar ook verschillende platformen is ook al lastig. Een stuk meer verspreid in ieder geval. Ja, maar ik denk dat Final Fantasy 7 OG, ja, die speel ik nog steeds doorgaans. En dat vind ik ook moeilijk. Diablo's. Ja, nee, Diablo, daar heb ik niet zoveel uren in zitten. Ik vind hem lastig. Ik denk dat het voor mij dan toch Final Fantasy 7 is. Ja, gewoon omdat die al zoveel 25 jaar, meer dan 25 jaar bestaat. Ja, nou dat. Ja. En ik weet dat ik er minstens 7 keer uit heb gespeeld. Waarvan van die 7 keer minstens 5 keer 100 plus uur erin heb zitten. Ja. Jezus. En dan heb ik nog zeg maar de games die ik ooit begonnen ben en die afgemaakt heb. En de games die ik gerund heb. Gewoon dat ik een beetje erheen ben gechased. Ik denk dat je dan wel daar ergens uitkomt. Of toch misschien een Division 2. Ik weet het, vind het lastig. Ik ken WoW ook wel inderdaad. Op een gegeven moment ga je gewoon in dagen tellen van zo'n uur. Ja, zeker. Mocht je nou een luisteren zijn, laat ook even weten wat jouw meest gespeelde game is. Ja, en misschien als je durft je uren erbij te zetten. Ja, of dagen inderdaad. Laat het weten in de comments of op onze Discord. Exact. Op de comments in de comments op YouTube. Ja. Ja. Als jij toch bent, doe meteen een duimpje omhoog. Yeah. Ik bedoel, op de video, niet in de comments. Ja, in de comments mag het ook. Mag wel. Ook. Ja, als er nou niks op komt, doe dat toch even. Drop gewoon een emoji. Want dan hebben we engagement en zo. Ja, precies. Wat is je favoriete? Dan moet je wel al 5 minuten soep. Oké, anyway. Eerst weer in de maand. Ja, dat is fair.